Welkom bij de tweede aflevering van De Drijfveer. Onze drijfveer zegt iets over onze motivatie, over wat ons bezighoudt in het leven, over de boodschap die we met anderen willen delen. En daarna ben ik op zoek bij mijn gasten. En vandaag is mijn gast een meisje dat ik leerde kennen toen ze nog maar 0 was. Het was in haar eerste levensjaar rond haar doop. Later, in 2017, raakten we heel intensief bij elkaar betrokken toen haar vader ernstig ziek was, ongeneeslijk ziek werd en later ook stierf. Een hele grote en indrukwekkende gebeurtenis voor het hele gezin. Mijn gast is Lotte Sonneveld. Lotte, wat fijn dat jij hier bent en wat mooi dat wij samen een openhartig gesprek gaan hebben over iets heel indrukwekkends wat jij in jouw leven hebt meegemaakt. Dan vraag ik mijn gasten om een voorwerp mee te nemen. Jij hebt meerdere voorwerpen uitgekozen. Welke wil je ons als eerste laten zien? Ik doe wel Lopa dan. Lopa. Ja. Wie is Lopa? Het is een knuffel en die heb ik gekregen 2 dagen nadat mijn vader was overleden. En ja. En toen heb je die Lopa genoemd? Want de eerste letters van mijn naam zijn natuurlijk de L en de O. En de eerste 2 letters van papa is B en de A. Dus toen heb ik haar Lopa genoemd. En Lopa is heel vaak bij jou. Ik denk bijna altijd. Ja. Lopa gaat overal mee naartoe. Ja, ze is zelfs een keer in Tenerife geweest. In Tenerife? Ja. Daar zijn jullie naartoe geweest? Mm-hmm. Met elkaar? Ja. Ik weet dat nog wel. Dat was een jaar nadat je vader was overleden. Mm-hmm, ging Lopa mee. Hier op tafel ligt een deken, een kleed. Die hoort bij Lopa. Ja. Vertel eens over dat kleed en hoe dat ging toen je die kreeg. Ja, je kwam binnen toen en je had toen 4 kleden mee en ook 4 knuffels. En toen deelde je aan ons alle 4 zo'n deken uit. En er zat zo'n heel mooi lintje op en zo. En ja, het was best bijzonder om mee te maken. Ja, misschien is het goed om even te vertellen, ook voor de mens thuis, wat zo'n deken eigenlijk is. Want het heet een hartendeken. Ja. En zo'n hartendeken, die wordt gemaakt van allemaal vierkantjes. Mm-hmm. Dat heet een granny. En die worden in heel Nederland door allerlei mensen gemaakt. Dus die moeten ook precies aan de goede formaten voldoen. En dan wordt dat ergens ingezameld. En daar wordt er een deken gemaakt. De Stichting Hartendekens is dat. En en als er dan iets gebeurt in het leven van je kinderen, dan kun je een aanvraag doen. Dat hadden we dus ook inderdaad gedaan. 4 aanvragen. En toen kwam er op een gegeven moment een hele grote doos en daar zaten ze in. Ja. Met ook nog een brief erbij, geloof ik, van de stichting. Dat weet ik niet meer. Nou, in ieder geval, jullie kregen allemaal een eigen deken met eigen kleuren. En wat ik zelf nooit zou vergeten, was op de dag van de begrafenis van je vader, dat jullie aankwamen lopen door de grote straat op weg naar de Stefanuskerk. En dat jij toen de deken om had. Ja. Heb je hem vaak om? Jawel, vaak als ik bijvoorbeeld verdrietig ben. Of als ik gewoon even aan papa moet denken. Of bij de sterfdatum, dat 24 mei is. Dus bijna. Overmorgen. Ja. Dat is best apart. Ja. Je vertelt erover. Je vader is overleden. We zien op het scherm ook allemaal foto's uit die tijd voorbij komen. Jullie hebben in die tijd heel veel herinneringen gemaakt met elkaar. Ja. Wat was voor jou de bijzonderste herinnering die jullie samen gemaakt hebben? Dat is een lastige vraag. Ik denk toen we met z'n allen nog voor het laatst naar Frankrijk, naar Taizé zijn geweest. Dat is wel heel indrukwekkend. Nou, heel toevallig komt hij net voorbij. Ja. Het Taizé-kruisje. Ik heb er zelf ook eentje om gedaan. Speciaal voor dit gesprek. Misschien is dat ook, mensen weten denk ik niet wat Taizé is. Nee, kun je er iets over vertellen? Ja, het is een soort van
een soort van een camping, maar niet echt een camping. Maar ja, dan ga je daar 3 keer per dag ga je dan naar de kerk en liedjes zingen en die dingen. En ja, mijn vader vond het een hele fijne plek om te zijn. Dus toen zijn we daar nog voor het laatst heen gegaan met Stichting Laatste Wens, met de wensambulance. Met de wensambulance, ja. Dat was heel spannend allebei. Ja. Of het nog zou lukken. Ja. Want hij was toen nog heel erg ziek, hè? Klopt. Ja. En daar zijn jullie met elkaar toe geweest. Mm-hmm. Ja, bijzondere herinnering. Ja. Bijzondere reis was dat. Ja. Hé, jij hebt nog een voorwerp meegenomen. Ja. Misschien kun je die even aan ons laten zien. Ja. Ja. Vertel eens over die steen. Ja, we gingen met z'n allen rond de tafel zitten. En toen hebben we allemaal nog iets als een gedachte in de steen gedaan. Of een wens aan papa. Dus ook papa's laatste gedachten zitten er ook in. Dus ja, dat is best bijzonder ook. Ja. Ja, die steen is heel bijzonder inderdaad. Ja. Die had ik net daarvoor meegenomen uit Iona. Daar was ik toen geweest. En dan was je vader toen ook heel benieuwd naar hoe die reis zou zijn. Want vlak voordat ik daar naartoe ging, zei hij van, als je terug bent, moet je komen vertellen hoe bijzonder dat was. En ik had daar verschillende stenen meegenomen, mm-hmm. inderdaad. En toen we bij elkaar rond de tafel zaten, ging die steen ook zo rond. Ja. En het laatste was ook dat ik daar nog een zegen aan had gegeven. Mm-hmm. En die steen is volgens mij heel belangrijk voor jullie. Ja. Die mag nooit wegraken. Nee, we gingen ook toen we naar Tenerife gingen. Toen hadden we de steen hadden we ook niet thuis gelaten. Die hadden we aan Johan gegeven, zodat hij erop kon passen. Ja. Ja. En toen later. De steen is eerder op tv geweest al. Weet je dat nog? Toen was jouw moeder geïnterviewd. Voor het programma van de EO. Ik mis je, precies. Dat was ook heel bijzonder. Daar heeft zij ook iets over de steen verteld. Dat weet ik niet meer. Ja. 4 jaar geleden is het alweer. Want we zien zo nu en dan ook jou van 4 jaar geleden. Deze is wel heel bijzonder, hè? Ja. We moesten dat kapje moest hij voor zijn ogen hebben. Omdat hij, dat is oog, die viel dicht. En ja, toen hebben we die gekocht. En daar hebben jullie wat moois van gemaakt samen. Ja. Met de papegaai op je schouder. Ja. Dit zijn hele bijzondere foto's, ja, hè? Ja, ik weet nog wel, toen dachten we, laten we zo'n foto gemaakt. En toen rende ik naar boven om die papegaai te pakken. Ja. Ja. Mooie herinnering. Deze is ook zo bijzonder. Ja. Toen hebben we nog onze handen laten gipsen door iemand. Waar is jouw hand? Dat is mijn hand. Ah ja, heel bijzonder. Van het hele gezin. Ja, en mijn hand ligt ook op mijn vaders hand. Ja. Je vader, je moeder en jullie als 4 kinderen. Ja. Ja. Als je nadenkt, hè, als je terugdenkt aan je vader. Heb je nog veel herinneringen aan hem? Bijvoorbeeld hoe zijn stem was? Of, Nou, ja, dat niet echt per se. Want ja, ik was 8. En vanaf dat moment herinner je je pas dingen. Ja. Ja, precies. Dus je moet het ook vooral ook wel hebben van foto's. En dingen die je vast kunt houden. Of waar je onder kunt gaan liggen. Of je omslaan als je even verdrietig bent. Hoe is het trouwens, Lopa, die is ook een keer een beetje gewond geweest, hè? Kun je daar iets over vertellen? Ze heeft dus allemaal van dat vulling. En er komen ook allemaal pluisjes van af. En dat is die vulling en die komt er dan uit. En toen moest er dus nieuwe vulling in. En toen heeft haar hoofd eraf gelegd. Ah ja, dus Lopa moest eventjes naar de dokter. Ja, er mag niks mee gebeuren natuurlijk. Nee. Nee, die blijft altijd bij jou. Ja. Ja. Bijzonder. Mm-hmm. Als je zulke indrukwekkende dingen meemaakt als kind,
Ik vertelde jou ook voor de week hè, dat ik het zelf ook mee heb gemaakt. Toen ik, was ik 12 en jij was 8. Hè, nog heel jonger. Ja. Als je dat meemaakt, dan gaat dat voor de rest van je leven, speelt dat een rol. Ja. Je neemt er ook iets, denk ik, in mee. Dingen die voor jezelf belangrijk zijn in je leven. Ja. Wat neem jij mee voor je toekomst? Nou, dat je gewoon altijd, zeg maar, er altijd voor je kinderen moet zijn. En dat je niet, zeg maar, gewoon, weet ik veel. Ja. Dat je niet iemand in de steek moet laten. Want ik ben ook nooit in de steek gelaten door iemand. En iedereen heeft mij altijd heel erg geholpen rond die tijd. Dus ja. Dus er zijn voor elkaar en elkaar helpen en steunen. Ja. Dat is belangrijk. En niet in de steek laten. Ja. Nou, Lotte, wat een bijzonder gesprek hebben we. Ja. Ik wens jullie ook heel veel sterkte voor de sterfdag. Ja, dankjewel. Hè, vandaag bij de opname en dan overmorgen, tweede Pinksterdag is het. Ja. Wij hebben jouw voorwerpen gezien en gehoord en mooie, bijzondere foto's. Maar ik heb ook nog iets voor jou meegenomen. Dan haal ik eventjes tevoorschijn. Witte veertjes, die een hele bijzondere waarde hebben. Ja. Die soms zomaar op een pad liggen, die je tegen kunt komen. Die eigenlijk zeggen van, iemand is toch nog wel een beetje in de buurt. En ik geef jou deze veertjes voor jullie allemaal. Dankjewel. En heel erg bedankt voor dit bijzondere gesprek, Lotte. Over een aantal weken komt aflevering 3. Ik wens u en jullie alle goeds en tot de volgende keer.